Daar zijn we dan, in het pittoreske Alphen aan de Rijn. Alphen aan de Rijn. Alphen aan de Rijn. Ja. Mijn geboorteplaats. Ben je hier geboren? Ik ben hier geboren, in het Rijnoord ziekenhuis. Dit is waar het is. Daar heb ik eventjes in zo'n bakkie gelegen, totdat ik een beetje op kleur was. En totdat ik weer een beetje... En toen mocht ik naar huis. Het was echt een hele spontane actie. Ik bel Sven op, ik zeg, gaan we wat doen? Ja, is goed, ik zit op de bank. Mama heeft een date. Mag ik natuurlijk niet zeggen, hè? Nee joh, doe er maar gewoon in, is grappig. Mama heeft een date, dus nu is die alleen even met mij op pad. Ja. Maar mama had wel de metaaldetector meegenomen. En mama had ook de schep meegenomen. Maar volgens Sven heb ik een klein winkeltje thuis. Alsjeblieft. Kan je toch nog wat doen? Ik wilde ook een quest pakken, maar alles was leeg. Dus ik ga vandaag met de deus, want die was niet leeg. En jij gaat met de Q60. En we zien het wel. Het is geen wedstrijd, het is gewoon te warm voor dat soort dingen. Het is warm, hè. We gaan gewoon lekker... Kijk, mijn eerste centjes zijn al binnen en ik heb gelijk al een paar kindervoetjes bij me. Ja, dat heb je als je naar de speeltuin gaat, dan heb je altijd toeschouwers. Maar ja, dat maakt die mensen wel weer enthousiast om het misschien ook later te gaan doen, hè? Vinden jullie het spannend? Of leuk om te zien? Ja. Ja? Nou. Er zitten vooral veel mieren. Ja, er zitten meer mieren als geld. Ja. Ja, het is niet anders. En nou twijfel ik, daar zit er zo'n... Zit zo'n kraakje in. Ja. Ja. Gewoon graven, een betere joh. Alternatief. Gewoon graven, joh. We hebben helemaal niks, man. Ik dacht het Alphen aan de Rijn. Ik denk, nou, dat... Oei, hij wordt steeds slechter. Hoor je dat? Als ik hierheen rijd, hè, dan kom ik onder een viaduct door. En die viaduct die heet letterlijk welvarend. Nou, welvarend betekent dat je goed bezig bent. Oh. Nou, dat is een welvarend gebied. Nou, blijkbaar niet. En aan de logica van die kinderen kom ik ook niet veel verder. Ik zeg, er zitten hier alleen maar arme kinderen. Er zit hier, nee, mijn vader heeft een grote auto. Ik zeg, ja, dus die heb ook al zijn geld opgemaakt of een lening bij de bank. Zijn. Ik weet dat jij nog geen muntje hebt en hij wel. Dat is wel een hele liefde. Oei. Ja, daar kan je niks meer mee kopen. Het klinkt niet best, Ruud. Nee. Het is niet het kraken van mijn hersenen. Oei. Ja, het is een stuk beton. Met ja? Iets, ja. Hebben jullie te diep gegraven? Ja, we graven altijd te diep. Ik ben meestal kindervriend, maar ik ben vandaag bloedzagrijnig. Staat hij nog aan? Waar het zo bloed heet. Als ik nog dieper graaf, dan ben ik straks die twee kinderen kwijt. Sven, ik ben eruit. Sven, ik ben er helemaal uit. Ga je in het water springen? Nee, we gaan dit stukje nog eventjes doen. Ja. Is het echt niks? Of is het niks meer als dat we nu hebben? Dan? Dan een verroestige 5 cent. Ja, 5 cent is ook wel lekker. Ja, een nou hartstikke lekker. Hè? Ja. Zo verrot als een mispol, want het is een euro 5 cent. Maar Ik zie daar een brug. Gaan we zwemmen. En wat mag je in Alphen aan de Rijn niet doen? Magneetvissen. En wat gaan we doen? Magneetvissen. Ik vang geen reet met mijn magneet. Ik ben mentaal op zoek naar staal. Een oude vis, dat doet me niet. Ik vang geen reet met mijn magneet. Loop vaak langs de kade en gooi mijn lijntje uit. Blijf er maar op hopen, maar ik vang geen enkele fluit. We blijven maar proberen, het gaat een keertje goed. Snap er helemaal niets meer van, hoe een ander dat toch doet. Ik vang geen reet met mijn magneet. Ik ben mentaal op zoek naar staal. Een oude fiets, dat doet me niet. Ik vang geen reet met mijn magneet. Maar op Toy Soldiers metaaldetectiekanaal. Die jongens die gaan andere fietsers. Ik haal ze straks in, hoor.
Ja, als er straks in. Met je mooie waterfiets. Dit kan je echt een waterfiets noemen. Oh. Oh. Ja, hij doet het nog. Hij doet het nog. Hij doet het nog. Oh nee. Hij doet het nog wel. Ach, wat mooi. Mooi fietsie, hè? Mooie fietsie. Nou Ruud, wat heb je? Nee. Oh, deze is mooi nog. Wow. Oh, die is nog mooi. Dat is nog best een mooie fiets. Ja. Die is echt nog mooi, hè? Ja, dit ziet er goed uit. Die wow. Arme jongen is zijn fiets kwijt. Maar dat is volgens mij ook nog best een dure, of niet? Dat ligt er wel niet zo lang in. Wow. Tada! Tada! We zetten hem er nog gewoon bij. Ja, joh. Hé, hey, die doet het ook nog, joh. Ja, joh. Oh. Top. Nee, Ruud. Heb je het... Even de blokken er een beetje af. Drie keer gegooid. En gewoon drie fietsen. Ja, ik heb drie keer gegooid. Hé, het is een gazelle. Die zijn best duur. Nou, deze is wel verzopen, hoor. Oh joh, gewoon een beetje opknappen. Er zit geen reën rug er maar op. Oh. Jee, man. Nou, het is wel een gazelle. Dus, lukt het? Nou, dat is nog serieus best een mooie fiets. Als je me een beetje opknapt. Jij vindt alles mooi. Nee, ja, maar een fiets is mooi toch? Kijk, frame nummer staat erin. Oh joh. Wow. Nou Ruud, we stonden net daar. En je hebt drie keer gegooid. En ik had drie keer een fiets. En je had drie keer een fiets. Je eerste weer. Keer gooien. Oh, 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 oh. Nog een fiets. Oh, ja, deze is wel iets... Deze is wel iets kapotter. Ja. Ja. Ik miste ook gewoon een band. Maar die is gebleven. Weet ik niet. Ja, die haal ik er straks wel uit. Ja, die houden ze op de hemel uit, joh. Hé, hey, hij doet het nog, joh. Wow. Tot zo mee fietsen. Ja. Wow. Nou. Kijk, hij doet het nog wel. Cool. Nee, Ruud. Ja, kijk maar. Nee. Hij heeft er gewoon weer een. En weer een voorwiel mist weer. Ja. Voorwiel, dat mist gewoon weer. Bij die vorige. Ja. We hebben niet echt een band. Wow. Nou, toch weer een fiets. Toch weer een fiets. Oh, deze staat er op slot. Echt? Oh, hoezo is het gewoon ingegooid? Want ik timmer lekker aan de weg. Ja, maar die is nog wel echt super mooi. Het handvatten. Oh, dat lukt niet denk ik. Zo. Hey, en nog een spijker erbij. Ja, maar kijk. Deze, als je deze goed schoonmaakt. Gewoon verkopen. Verkopen? Verkopen. 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 En wat ik nou weer heb om te verkopen. Dat is wel heel mooi. Hey. Van de eeuw. Sven heeft een trucje. Ik heb een trucje. Ik heb hem wel alvast verteld dat als die hamer in zijn voorhoofd belandt dat hij terug moet lopen. Want ik wil mijn auto schoonhouden. Boeien. Maar laat maar zien. Kijk hè. Dit kan ik heel goed. Ja. Dat is echt de tweede keer dat ik het doe maar. Goed zo! Nee, dat was hem niet. Dat was de oefening. Goed bezig, nee, jij. Nee. Circus du Soleil. Ik heb mezelf zo verschut hier. Maar de eerste keer ging het goed. Oké, kijk. Hey! Wow! Zo! Wow! Wat een scheiddag. Wat ben jij hier toch goed in? Komt hij aan? Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Ietsje verder weg. Komt hij aan? Ja. Luke, I'm your father.
Wow. Nu ligt de andere kant helemaal daar. Het was werkelijk helemaal niks. Niet we hebben met de metaaldetector niks gevonden. We hebben met magneetvissen alleen maar een paar oude fietsen eruit gehaald. Moet ik wel zeggen dat we het erg gezellig gehad hebben. Ja, dat leuke wel. Mensen ontmoet. Ja. Best wel gegrapt. Ik heb nog even gevideobeld met Sveense meisje. Ja. En ik heb nog een scoop. 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 We weten namelijk wie Gerdiender Date is. Misschien kijkt hij dit wel. Ik weet zeker dat hij dit kijkt. Ik ga er gewoon helemaal vol spammen, alleen maar ik links. Weet dat hij dit kijkt, ouwe boekenierloper. Maar wij gaan het niet zeggen.